Goedendag, ik Kijk naar de Weersverwachting van Weerplaza.nl. En we beginnen met een foto die ik via Twitter heb ontvangen van Rick. Rick woont in Drachten en uh, ja, dit is echt, dit is van vandaag. Daar trok een sneeuwbui over en die leverde zo'n 4 tot 6 centimeter sneeuw op. De sneeuwbui trok traag naar het zuiden, ik kreeg ook foto's bijvoorbeeld vanuit Urk waar het wit was. Maar in een groot deel van het land vielen de winterse buien vooral in de vorm van regen, hagel en natte sneeuw. En werd het zelden wit en zeker niet zo wit als op deze foto. Zeer plaatselijk dus echt winterweer en als we naar de temperaturen kijken dan zien we dat we nog steeds niet echt in de winter zitten. De vorstgrens is erg dichtbij, loopt over Duitsland via de Ardennen richting het oosten van Frankrijk en zelfs in het Centraal Massief, de Ardèche en in het oosten van Frankrijk blijft het kwik vandaag onder het vriespunt. Maar voor ons dus niet, opnieuw op veel plaatsen zo'n 5 graden in het westen. Echte kou vinden we nog steeds alleen in het noorden en in het westen van Rusland en het komt niet onze kant op. Wat wel onze kant op komt, is een hoge drukgebied. Dat zien we op deze kaart. Het hoge drukgebied ligt hier nog met zijn centrum ten westen van uh, Ierland. En wat we gaan zien is dat er langzaam uh, een uh, extra gebied die kant op ontwikkelt. Dat noemen we een rug van hoge druk. En die rug die is erg belangrijk, want die gaat ervoor zorgen dat bij ons de wind uit het oosten tot noordoosten gaat waaien. En dat wordt een koude wind, een stevige wind ook. Vooral vrijdagmiddag zorgt die echt voor een lage gevoelstemperaturen van min 3 tot min 5 graden. Kijk ook even naar Italië en het Balkangebied. Daar ligt ook een lage drukgebied, wat voor zeer slecht weer zorgt. Er gaat veel sneeuw vallen in de zuidelijke Alpen. En ook de Balkanlanden krijgen behoorlijk wat sneeuw te verwerken de komende dagen. Maar bij ons wordt de wind, denk ik, de belangrijkste factor. Eerst vanavond nog. Zeer lokaal kan er nog een winterse bui vallen. En met de dalende temperaturen levert dat meteen gladheid op uiteraard. In de eerste avonduren is dat vooral in de zuidelijke provincies. Later in de avond maakt ook het noorden weer kans op een enkele sneeuwbui. Misschien ook regen of hagel erbij. Maakt het gevaar alleen maar groter. Temperaturen in de loop van de avond al onder nul. En in de loop van de nacht wordt het dan zo'n min 1 graad pal aan zee. Tot rond de min 5 of min 6 graden in het binnenland. Maar als er een gebied met bewolking passeert en misschien ook een bui... Dan gaat de temperatuur weer wat omhoog, maar blijft wel onder het vriespunt. Morgenochtend kan het tijdens de ochtendspits dus lokaal wit zijn. Hangt er helemaal vanaf waar dat gebeurt. Ik denk dat het op de meeste plaatsen niet gebeurt. Dus een extra drukke ochtendspits lijkt nog onwaarschijnlijk. Maar met een beetje pech valt zo'n sneeuwbui op een verkeerde plek. En dan hebben we wel een hele drukke spits te pakken. Morgenochtend nog een laatste sneeuwbui. Daarna wordt het droog en dan begint die noordoostenwind op te steken. Die wordt smiddags dan 4 tot 5 boven voor. Temperaturen zijn ook wat lager dan de afgelopen dagen, 0 tot 3 graden. En bij die stevige noordoostenwind voelt het aan als min 2 tot min 5 graden. Goed aankleden dus, ondanks dat de zon heerlijk schijnt. Vrijdag nog meer zonneschijn, maar opnieuw ook die stevige wind. Ook in het binnenland waait het dan nog wat harder. Temperaturen weer 0 tot 3 graden op de thermometer, maar in de wind is het gewoon snijdend koud. Zaterdag passeert de rug van het hoge drukgebied. Gaat de wind draaien van noordoost naar noord, krijgen we misschien met wat motregen te maken later op de dag en de temperatuur gaat stijgen. In de nacht van zaterdag op zondag vriest het bijna nergens meer. Zondag overdag valt er een enkel buitje en dan wordt het smiddags zo'n 4 tot 6 graden. Dan is van winterweer geen sprake meer. Komt het dan nog terug? Nou, we hebben steeds al gezegd: donderdag en vrijdag zijn de koudste dagen. Daarna gaat het kwik flink omhoog. Nou, die sprong die zit er op de zaterdag in. En daarna lijkt het eigenlijk vrij stabiel, rond of iets boven de 5 graden te worden, middags. In de nachten dus, soms nog wel wat lichter vorst. Maar echt winterweer, daar is geen sprake meer van. Dus winterliefhebbers, geniet morgen en overmorgen van de ijzig koude Noordoostenwind. En daarna gaan de temperaturen overal omhoog. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.